Nou, goeiedag en welkom bij deze speciale uitzending over het thema eenzaamheid. Want het is de week tegen de eenzaamheid. En wist u dat 44% van de volwassenen in Beekdalen aangeeft zich wel eens eenzaam te voelen? En zelfs 12% daarvan noemt het ernstig eenzaam. En daarover ga ik vandaag in gesprek. Maar eenzaamheid is niet iets wat vaak gedacht wordt wat bij de oudere leeftijdscategorie voorkomt. Maar het komt eigenlijk voor bij alle leeftijdscategorieën, dus ook bij de jeugd en de jongeren tot 18 jaar. En wat is eenzaamheid nou eigenlijk en wat doet het met je? Hoe voel je je? Hoe kun je het herkennen? En wat kun je er nou tegen doen? En al die items komen aan bod hier aan tafel. Maar eerst gaan we kijken naar de première van de film Eenzaam, een lokale productie opgenomen hier in Put met een Beekdalenaar in de hoofdrol. De film Eenzaam. En deze situatie, deze ontwikkeling, onderstreept nog eens een keer het grote belang dat we met elkaar eraan werken om de verspreiding van dat virus tegen te gaan. Ik wil in dat kader ook nogmaals mijn waardering uitspreken, ook weer deze week, voor het vele werk wat gebeurt door de deskundigen van het RIVM, de mensen van de GGD, de huisartsen en alle andere mensen. Ik heb maanden bij een GGD kunnen kijken en dinsdag bij een huisartsenpraktijk. Goedemorgen, schat. Ja, ja.
Daarom hebben we vandaag in goed overleg met de kinderopvang en de onderwijssector het volgende besloten. De komende 3 weken gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht, met uitzondering voor die kinderen van ouders in vitale beroepen. Zij kunnen morgen naar de plek gaan waar ze anders ook altijd heen gaan. Jo. Hey, beste.
Hoi. Hoi. Ik ben Jeu. Ik ben Amal. Ben je potje aan het schaken? Ja. Mag ik meedoen? Ja. Ja, wat een prachtige film en wat op een mooie manier in beeld gebracht in de film Eenzaam. En we gaan het hebben over het thema eenzaamheid. En inmiddels zijn twee gasten zijn aangeschoven. Aan mijn linkerzijde Sascha Wensveen, filmmaker. Ja, en jullie herkennen hem natuurlijk als hoofdrolspeler, Jeu Stevens. Jeu, welkom. Ik moet zeggen, ik heb van je genoten, maar je hebt zelf de film nog niet gezien. Want dat gaat gebeuren op groot scherm. Maar als je terugdenkt aan de opnamedagen, wat is het eerste wat in je opkomt? Het eerste wat in me opkomt is ontzettend druk. Veel werk. Ja. Ik had alleen gedacht dat het met een cameraatje, maar het hele huis is verbouwd. Ja. Er gebeurde veel in huis. Dat gebeurde allemaal thuis. Van boven tot beneden. Voor de tuin. Alles. Ja. En het was een mooie ervaring? Het was een heel mooie ervaring. Mooi. Zo had het niet willen missen. Nee, en dat allemaal onder leiding van jou, Sascha. Ja, ja het waren drie intense dagen. Ja, dat snap ik. En ik vraag me wel af, hoe kom je nou op het idee om een film te maken over het thema eenzaamheid? Nou, daar moet ik Paul Haans, is mijn collega, waarin we altijd samen films maken. Die zit altijd vol met ideeën. En het thema eenzaamheid was niet zozeer dat we dachten, we moeten iets bedenken rondom eenzaamheid. Ja. Maar het is gewoon een verhaal wat daar op een gegeven moment naar boven popte. En daar zijn we verder over gaan brainstormen. En we hebben altijd goed contact gehad met de toneelvereniging. En het hoofd van Jeu popte daarin mede op. Gewoon, dit is het verhaal wat ook Jeu moet vertellen, zeg maar. Ja. Of wat we met Jeu in beeld moeten brengen. En, maar goed, met het eenmaal een verhaal en put in ons hoofd zijn we daarin verder gaan ontwikkelen. En vervolgens is daar dit verhaal En past het heel mooi in de Week tegen de Eenzaamheid? Ja, precies. We zijn op een gegeven moment in contact gekomen, ook met de gemeente Beekdalen. En die vertelde ook van, nou ja, we zijn daar echt heel erg mee bezig rondom die eenzaamheid. En dat puzzeltje paste zo ontzettend in elkaar. Dus dat was, dat is heel mooi geworden. Ja. En dan speel je de hoofdrol, Jeu. Dan vraag ik me toch af, hoe heb je je nou voorbereid op een rol waarin je een eenzame man speelt? Ja, door het eerst eens eventjes het script door te lezen. En dan ga je denken van, het klopt toch wel allemaal. En ik betrap me er zelf ook wel eens vaker op, door gewoon maar te zeggen van, ik loop langs. Maar eventjes een praatje met de mensen, dat helpt toch al. Ja. En eigenlijk vanuit die ervaring heb je dat in je rol kunnen leggen. Ja. En wat hoop je wat deze film teweeg gaat brengen? Ja, dat de mensen een beetje meer naar elkaar gaan kijken. En niet alleen zomaar, het zal wel. Ja. En Sascha, als ik even aan jou mag vragen, waarom denk je dat eenzaamheid nou een thema is waar helemaal niet zoveel over gesproken wordt? Ja, dat is altijd met taboes natuurlijk. Eenzaamheid is zo. Iedereen is eenzaam eigenlijk. Iedereen is alleen. En alleen die eenzaamheid die voelt iedereen op een eigen manier. Er zijn ook mensen met ontzettend veel vrienden en familie om zich heen die zich ook ontzettend eenzaam kunnen voelen. En dat is natuurlijk een ontzettend gevoelig onderwerp om dat zomaar toe te geven. Want ja, dat kan toch niet? Of er is gewoon nog niet genoeg
bekend over dat zo ontzettend veel mensen zich ook wel eens eenzaam voelen. Alleen wanneer het echt een probleem wordt, ja, dan moet je er iets mee gaan doen natuurlijk. Want op zich is het niet erg om af en toe eenzaam te voelen. Maar als je er last van gaat krijgen, dan is dit... En we hopen dus met deze film ook hier gewoon echt een soort aanspreekpunt te hebben. En dan kan je eerst daarnaar kijken en dan op een gegeven moment de reflectie naar de rest toe. Dan is het misschien wel herkenning en dat doorbreekt wellicht dan ook het taboe. En je kunt het eerst bij een ander leggen, want je kunt eerst naar je kijken. Ja. Om vervolgens naar een ander te kijken of naar jezelf te kijken. Ja. Hey, en dan zie ik je door het dorp rennen. Ik ben wel benieuwd, dan is zo'n draaimoment. Er zijn natuurlijk veel mensen die dat zien. Heb je veel reacties gehad en maakt dat al iets los over het thema? Ja, het was ook nog op een zondagmorgen dat we die scènes hebben opgenomen. En vooral bij de kerk. De mis begon net. De klokken aan het luiden. En iedereen stond te kijken van, wat krijgen we nou hier? Ja. Dus dan komt je aanrennen in zijn imkerpakje. Ja. En dan ben je eigenlijk helemaal niet alleen op dat moment. Nee. Terwijl het in de film wel een prachtig moment is. Ja. Maar heb je veel reacties gehad? Heel veel. En wat deed dat met je? Ja. Ach, gewoon blijven, hè. Gewoon blijven, gewoon normaal gewoon blijven. Gewoon jeu is jeu. Ik denk dat een hele mooie is, maar ik denk wel dat met jouw hoofdrol en met het idee wat jullie geopperd hebben, iets heel moois in beeld hebben gebracht om het thema eenzaamheid aan de kaak te stellen en bespreekbaar te maken. Dus ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie openheid en voor een prachtige film. En daarmee gaan we ook meteen door naar de drie volgende tafelgasten. Ik ga in gesprek met onder andere een jongere die zelf te maken heeft gehad met het thema eenzaamheid. Ik spreek met iemand die dagelijks bezig is met de eenzaamheidsproblematiek en ook de wethouder schuift aan. Maar dat gaan we allemaal pas doen nadat we hebben gekeken naar een kort filmpje van Guus van Ekdom. Hij is projectleider van het Limburgse project Samen tegen Eenzaamheid. En hij is ook degene die heel actief betrokken is bij de aanpak van eenzaamheid in de gemeente Beekdalen. Guus van Ekdom. Kunt u kort uitleggen wat eenzaamheid is? Eenzaamheid is eigenlijk het gebrek aan de kwaliteit van relaties die je zou willen hebben in vergelijking met de relaties die je hebt. Wat houdt het project Samen tegen Eenzaamheid Limburg daadwerkelijk in? We proberen met alle gemeentes die betrokken zijn bij dit project, en in Zuid-Limburg zijn dat 12 gemeentes geloof ik zelfs inmiddels, proberen we dus projecten van de grond te tillen die de eenzaamheid binnen de gemeente aan de orde stellen en die ervoor zorgen dat er ook een goede opvolging is op het moment dat mensen steun zoeken. Wat merken de inwoners van Beekdalen al van de aanpak? Eigenlijk is het zo dat de inwoners al heel lang van allerlei projecten iets merken, omdat er al heel veel initiatieven zijn. Wat ze gaan merken is dat het steeds meer in de publiciteit wordt gebracht met bijvoorbeeld een hele mooie nieuwsbrief. En wat ze gaan merken is dat er ook steeds meer coördinatie op komt. Heeft u ook nog een tip voor de inwoners van Beekdalen? Wat kunnen zij doen om eenzaamheid tegen te gaan? Dan moet je eigenlijk het beste kun je tegen de gewone burgers spreken heb eens wat aandacht voor elkaar. Dat zegt de minister ook, hè. Je kunt een goede buur zijn. Mensen die eenzaam zijn, die moeten zich vervolgens realiseren dat ze ervaringsdeskundigen zijn. En dat ze ook heel goed een steun kunnen zijn voor andere mensen die met eenzaamheidsproblematiek worstelen. Dus ik zou zeggen, als je eenzaam bent, meld je aan als vrijwilliger. Nou, een mooie blik op het project Samen tegen Eenzaamheid. En inmiddels zijn er drie nieuwe gasten aangeschoven. En aan mijn linkerzijde, Jeannette Kwaadvlieg, wethouder in de gemeente Beekdalen. Welkom. Dank je. We hebben Sakia Labiet als maatschappelijk werker aangeschoven. Welkom. Dank je. En als laatste Nick Gosselaar. Ik noemde straks al een jongere die zelf te maken heeft gehad met eenzaamheid. Dus ik vind het heel mooi en dapper dat je je verhaal wil delen. Maar je bent ook schrijver van je eigen boek, je eigen verhaal, Vluchten voor jezelf. Ja, klopt. En mag ik bij jou beginnen en dan maar meteen met de deur in huis vallen? Hoe is eenzaamheid bij jou ontstaan? Bij mij is het al vrij vroeg ontstaan eigenlijk. Ik denk in mijn basisschoolperiode al. Dat ik niet echt aansluiting vond bij andere leeftijdsgenoten. En daarnaast is het ook een stukje geweest dat ik me niet altijd gezien en gewaardeerd voelde. En
ja, dat heeft zo door de jaren heen heeft zich dat verder ontwikkeld. Ja. En door wie voelde je je niet gezien of gehoord? Eigenlijk door de hele wereld wel. En dat was van vrienden tot familie. En ook op een school dat je niet echt gehoord voelt. Nee. En dan zitten we eigenlijk nog in je jonge leeftijd en dan zeg je eigenlijk al, ja, ik voel me niet gezien en gehoord door de wereld. Ja. Dat is een behoorlijke impact, denk ik. Ja, dat is heel eenzaam. En ja, de wereld is dan nog groter dan dat die eigenlijk al is. Ja. En je bent maar een heel klein onderdeel ervan. Ja. En je hebt echt het idee dat je alleen staat. Ja. Ik wil dadelijk alles meer weten over jouw verhaal, want we hebben nu een heel klein stukje gehoord. Dus ik kom dadelijk zeker bij je terug. En ook over het boek Vluchten voor jezelf, waarin je het heel mooi beschreven hebt. Maar dit verhaal, Jeannette, staat natuurlijk niet op zichzelf, denk ik. En de gemeente heeft ook eenzaamheid hoog op de agenda staan. En ik heb begrepen dat jullie bij de aanpak van eenzaamheid ook heel bewust de keuze hebben gemaakt om inwoners erbij betrekken. En waarom bewust bij dit onderdeel? Omdat het gedragen moet worden door onze bewoners. In Beekdalen gaan we sowieso om met burgerparticipatie. Dat vinden we een hele belangrijke factor. En om die reden vinden wij het ook heel erg belangrijk dat die bewoners dragen het plan wat wij, het aanpakplan wat wij dadelijk gaan maken. En natuurlijk ook de ketenpartners die daarbij betrokken zijn. En het thema eenzaamheid is gewoon belangrijk. Ja, en dat zie je maar weer. Ja, dat zie je, dat horen we nu weer terug. Ja. Maar hoe gaat dat proces in zijn werk, zeg maar, om tot een goed plan te komen? Om tot een goed plan te komen is best wel een lang proces. We hebben eerst een oproep gedaan op social media en natuurlijk in de krantjes om mensen op te roepen om zich aan te sluiten. Om een werkgroep zeg maar te starten onder leiding van Movisie, die weer gerelateerd is aan het Rijk. En dat hebben we gezamenlijk gedaan. En zijn er diverse werkgroepen ontstaan met diverse hoofdthema's binnen het onderwerp eenzaamheid. En zij adviseren ons nu als college. En op het symposium zijn ook een aantal zaken naar voren gekomen waar we met de ketenpartners ook in gesprek konden komen. En die opmerkingen zullen we zeker ook meenemen. En wat zijn dan de dingen die inwoners gaan merken? Wat levert het concreet op? Ja, zover zijn we nog niet dat we al gaan zien wat het concreet oplevert. In ieder geval zorgen wij dat we er continu mee bezig zijn met het onderwerp. Het is niet iets wat alleen maar opduikt in de week van de of tegen de eenzaamheid. Ja. Nee, het is een onderwerp waar wij continu mee bezig zijn. En ook met de diverse doelgroepen waar we tegenwoordig mee te maken hebben. En persoonlijk heb ik het altijd heel erg belangrijk gevonden dat jongeren onderwerp van gesprek zijn binnen het thema eenzaamheid. En allochtonen, ja, dat is ook een vergeten groep. En je merkt dat in coronatijd het nog allemaal erger is geworden. En met name ook voor jongeren natuurlijk heel erg moeilijk is geweest met scholen die dicht zijn. Maar ook allochtone mensen en met name ook die oudere generatie binnen de allochtonen, die zullen het zeker heel erg moeilijk hebben gehad. Omdat natuurlijk ook er een stukje taalproblematiek vanuit het verleden is. Ja, je noemt eigenlijk een aantal doelgroepen. Ja, je begint er al om te glimlachen. Hè? Je hoort een vergeten doelgroep. Ja. Zakia, als maatschappelijk werker, hou jij je bezig met onder andere het thema eenzaamheid bij allochtonen? Klopt. Kun je heel kort eens uitleggen wat jouw werk inhoudt? Nou, mijn werk is eigenlijk hulpverlening en we komen bij jong en oud. En wat we net ook al opnoemden, eenzaamheid kent geen grenzen. Het is nu echt op het komen voor de jongeren al een heel groot stuk. Hè. Vroeger kon het alleen bij ouderen, omdat je dan beperking had en niet mobiel was en noem maar op. Maar nu merk je wel inderdaad dat dat echt gewoon geen leeftijdsgrens heeft. Wat wij dus wel hebben, daarom moest ik net lachen, is dat we gestart zijn met een groep BESMA. Dat zijn 55-plussers voor vrouwen. En dat was eigenlijk de insteek voor allochtonen. Ja, omdat we zitten, die hebben altijd gezorgd voor de partner, voor de kinderen. En dan valt dat in één keer weg en dan zitten ze daar en zijn eigenlijk helemaal niet betrokken bij de maatschappij. Weten ook niet waar ze moeten aankloppen. Dus wij hebben dat in meerdere vestigingen gestart hier in Limburg. Ja. En het loopt echt heel goed. En we hebben zelfs Nederlandse mensen ertussen. Het is echt heel multicultureel en heel prachtig is het gewoon om te zien. Ja, ja. Mensen kijken er ook naar uit. Alleen nu met corona heeft dat weer een tijdje weer
Ja, plat gelegen. Ja, ja. Wat zie jij in je werk wat eenzaamheid doet met mensen? Nou, bij ons in de cultuur is toch wel ook het schaamtegevoel om daarover te hebben, omdat ze meestal wel grote gezinnen hebben, meerdere kinderen hebben. Ja. En dan durven ze het niet tegen hun eigen netwerk te zeggen van ik voel me eigenlijk eenzaam. Want dan krijgen ze gelijk de vraag, hoe bedoel je? En aan de buitenkant is het ook een vertekend beeld. Ja, als instanties zien van, oh, ja, maar die had kinderen, kleinkinderen. Maar tegenwoordig is iedereen zo druk bezig met zijn eigen leven, dat ja, misschien is misschien een half uurtje op bezoek gaan bij de oma of bij de moeder of bij de vader. Dus ondanks dat je dan eigenlijk de buitenwereld ziet, je bent toch eigenlijk onder de mensen, kun je je nog steeds ontzettend eenzaam voelen. Zeker, want hun vrienden vallen op leeftijd weg, netwerk, ze kunnen zelfs niet meer daarheen gaan, ze zijn altijd afhankelijk van de kinderen, of ze gebracht worden en terug, en noem maar op. Ja. Ja. Hey, en de culturele achtergrond speelt daar dus ook een hele grote rol bij. Ja, ja, want als je de taal niet goed spreekt, ja, dan word je ook zo onzeker. Dan ga ik me niet ergens aanmelden, want dan denk ik van ik snap het niet en moet het iedere keer uitleggen en dan voel je ook te veel. En dat beperkt je ook naar buiten te gaan. Ja. Mooi. Dank. Ik kom terug bij jou. We waren volgens mij ergens basisschool. Ja. Eenzaamheid nam je een soort van over, dat beheerste je dag. Hoe ging dat verder? Dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. En wat ook ironisch was, wat u ook net zegt, is dat, dat er soms best een vertekend beeld komt te liggen. Want ik had ook op een gegeven moment heel veel mensen om me heen, heel veel vrienden, toch wel een aardig grote familie. En jezelf in zo'n grote groep eenzaam voelen, dat iedereen verklaart je voor gek als je dat zegt. Maar dat kan. Dat kan echt heel goed. En wat gebeurde er dan met jou? Je merkt dat je er psychisch gewoon op achteruit gaat. Je merkt dat je echt het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Dat je met alles waar je mee zit, dat je daar alleen mee moet dealen. Dat je niet gehoord wordt, dat je niet gewaardeerd wordt. En iedereen heeft waardering en liefde nodig, denk ik. Ja. En die krijg je dan niet of niet genoeg, voor jouw gevoel. En dat voelt heel eenzaam. Ja. Ik merk het, je raakt me echt met je verhaal. Dus dat vertel je heel erg goed, dat komt echt rechtstreeks uit je hart. Maar je hebt volgens mij ook hele mooie stappen gemaakt weer in je leven. En die wil ik dadelijk natuurlijk ook heel graag horen. En misschien heb je ook nog wel mooie aanvulling op de vraag die ik nu ga stellen. Want er zijn natuurlijk mensen die eenzaam zijn, er zijn mensen die niet eenzaam zijn. Maar welke tips zou je nou hebben voor de eenzame mensen? In ieder geval, wat Nick ook heeft gedaan, een taboe doorbreken en gewoon erover praten. Maar voor ons allemaal vind ik gewoon van kijk eens naar anderen om. We zien allemaal dat bij sommige mensen de gordijnen dicht blijven of dat mensen heel erg naar beneden kijken de hele dag. En ik denk als je je een beetje inzet en daar probeert naar te kijken van wat er in je omgeving gebeurt, kun je ook met een heel klein gesprekje, en we hebben het gezien bij de film, dat je met hele kleine handelingen natuurlijk kunt zorgen dat mensen die eenzaamheid minder ernstig ervaren. Ja. Nick, als je dit hoort. Ja, sluit me volledig bij aan. En vooral ook inderdaad van niet meteen een oordeel vellen als mensen nou naar beneden kijken of als de gordijnen altijd dicht blijven, om het zo te zeggen inderdaad. En inderdaad eens in gesprek te gaan, als eerst. Ja. En wat herken jij, herken je eenzaamheid heel goed in je werk? Of is het soms ook nog voor jou zoeken? Het is meestal zoeken. Soms doen mensen zich ook anders voor. Hè? Sommigen komen daar eerlijk voor uit en zeggen van, ik zou me ergens willen aansluiten, ik weet niet hoe, kun je me daarin helpen? Maar sommigen niet, maar dan moeten wij dus op door blijven vragen. Hè. We moeten sowieso als hulpverlener als we komen bij een intakegesprek kijken, is er een netwerk, zijn er vrijwilligers, is er familie regelmatig. Dus bij het eerste plan dat je al opzet, ga je dat eigenlijk al na. En denk je van, wauw, kinderen, maar komen nauwelijks. Ze belt me toch op bijvoorbeeld voor elektriciteit als het uitvalt. Ze belt me op voor de boodschappen en dan denk je van, waar blijft het netwerk dan? Kijk, en dan probeer je het vertrouwen eigenlijk te winnen. En dan komt het pas eigenlijk, komen ze over de drempel om te vertellen. Maar eerder durven ze niet, daar schamen ze zich echt voor. Het is echt een proces voor de mensen. Ja, stapsgewijs. Dus je kan niet de eerste dag zeggen van en bestempelen, jij bent eenzaam. Nee, dat gaat niet. Nee. Je moet echt die vertrouwen winnen en eigenlijk stapsgewijs naartoe werken. En dat kwam net een hele mooie wat de wethouder zei. Ook al is het maar buiten een bloemetje,
Ga er in gesprek, heb je tijd, neem de tijd. Kom niet gehaast over. Als je gehaast overkomt, dan voelen zich mensen ook belemmerd. Ja. En dan gaan ze het helemaal niet. Dan denken ze van, die hebben geen tijd. Dat hoor ik bij mijn klanten. Mijn kinderen hebben geen tijd. En dan willen ze niet nog meer belemmeren. Ondertussen zijn wel de ouders heel erg eenzaam. Ja. Ja. Nick? En je hebt een stap gemaakt. Je hebt ergens heb je iets doorbroken. Je bent in gesprek gegaan. Vertel. Ja, ik voelde ook heel lang schaamte. Ik dacht dat mensen het nooit zouden begrijpen ook. En wel aan de hand van dat ik een aantal jaar geleden wel leukere mensen, om het even zo te zeggen, leerde kennen. En die mij inderdaad gewoon waardeerden om wie ik was. Heb wel ontzettende groei doorgemaakt. En voelde ik me vaak minder eenzaam. En dat was al een hele grote winst voor mij. Ja. En daarna ben ik me er pas echt bewust van geworden hoe groot het probleem is. Hoeveel mensen ermee kampen. En van daaruit ben ik ook, of mede daaruit ben ik aan het boek Vluchten voor Jezelf gaan schrijven. Ja. En heb je eigenlijk jouw proces, jouw verhaal, heb je beschreven? Ja, ja. In romanvorm wel. Okay. Zodat het wat lekker wegleest. Ja. Heb je vanuit ik geschreven? Ja. Ja. Okay. En daarin ook echt gedachten laten zien van de hoofdpersoon. Van mij dus eigenlijk. Maar dan in verhaalvorm gebracht. Ja. En kan ik dat boek ergens vinden? Want ik ben echt, je hebt me geraakt met je verhaal. Dus ik ben benieuwd naar je verhaal. Ja, het boek is sinds 23 juli overal te koop. Okay. En, gewoon online zoeken online. En dan Vluchten voor Jezelf. Yes, yes. Okay. Klopt. Mooi, dankjewel. Ik ga naar een afronding toe, want ik ben benieuwd wanneer is, het is niet echt een project, want het is een ongoing proces, maar welke wens heb je als het gaat over eenzaamheid? En die kunnen we natuurlijk binnenkopen met niemand meer eenzaam. Ja. Maar laten we hem iets kleiner maken. Ja, iets kleiner is natuurlijk dat het percentage mensen dat zich natuurlijk eenzaam voelt, dat heel drastisch omlaag gaat in de gemeente Beekdalen, maar ook uiteraard in iedere andere gemeente. En ik denk ook dat het Rijk nou ziet hoe belangrijk het is. Hè? De factoren die daar aan vasthangen, de gevolgen van eenzaamheid zijn groot. Ja. Ook gezondheidstechnisch, psychisch. Dus als we dat nu met z'n allen aanpakken en ik heb het gevoel dat iedere gemeente ermee bezig is. Wij zijn op Zuid-Limburgs niveau ook nog een keer, hebben we ons samengepakt. Mooi. Met gemeenten. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat we dat percentage omlaag kunnen krijgen. Kijk, vertrouwen dat is volgens mij een keyword. Hè? Maar ook het taboe durven te doorbreken door er over te spreken. En het komt voor in alle leeftijden, het komt voor in alle klasses. Allochtoon, autochtoon en laten we vooral met elkaar de ogen en de oren open houden volgens mij. Ik wil jullie bedanken, want de boodschap is wat mij betreft helder. Dank voor het delen van jullie verhaal. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitzending over het thema eenzaamheid. Eenzaamheid is iets wat door alle leeftijden heen gaat. En we hebben gezien hoe je je kunt voelen, wat je eraan kunt doen, hoe je het kunt herkennen. En daarom is ook de oproep aan iedereen thuis om echt je ogen en je oren open te houden en aandacht te hebben voor de mensen naast je. En als u daar nou meer over wilt weten, dan kunt u kijken op www.beekdalensociaal.nl. En ook heeft de gemeente samen met een aantal welzijnsinstellingen heeft één loket geopend. En de informatie die u daar kunt vinden of hoe u daar komt, die ziet u nu onder in beeld staan. En daar kunt u terecht voor eventuele hulp of om direct in contact te komen met een hulpverlener. Of gewoon voor wat meer informatie. Ik dank mijn gasten, ik dank jullie thuis en ik zeg tot de volgende keer. Dag.